Dit is hem dan, het toekomstige nieuwe orgel voor de grote zaal van Tivoli Vredenburg. Wij, de orgelmakerij Gebroeders van Vulp uit Utrecht, zijn er de afgelopen maanden maar druk mee geweest. In de komende filmpjes zie je hoe we dit hele project hebben aangepakt en hoe we het hebben vormgegeven. Het eerste wat er bij dit nieuwe orgelproject gebeurt, is het inscannen van de ruimte waar het orgel komt te staan. Dit is millimeterwerk. Het orgel voor de grote zaal van Tivoli Vredenburg is een grote uitdaging voor ons, omdat we maar een zeer beperkte ruimte hebben. Alles moet precies passen. De kleinste afwijking kan al voor heel veel extra werk zorgen bij de montage in de zaal. Het apparaat wordt op 6 verschillende posities bij de plaats van het nieuwe orgel gezet, om zo alles precies te kunnen scannen. De scan zorgt voor zekerheid. In tegenstelling tot het handmatig opmeten van een ruimte, kun je nu geen maten vergeten en je weet precies hoe alles eruit ziet. Zo komt de scan eruit te zien op de computer. De scan bestaat uit miljoenen stipjes die samen het geheel van de ruimte vormen. Precies in die ruimte komt het orgel te staan. Het orgel wordt ruim 6 meter breed, 1,5 meter diep en 2 meter hoog. Alles wordt met 3D tekensoftware getekend. Het ontwerp van het orgel is ontstaan door een samenwerking tussen ons en het architectenbureau Herman Herzberger. Wij ontwerpen een eerste versie en daarbij letten we op alle technische aspecten en de haalbaarheid van het project. Dan gaat dat ontwerp naar de architect. En die houdt zich vervolgens bezig met de buitenkant van het orgel. Zo komt het orgel er straks uit te zien. Het ziet er modern uit, maar de klank van het orgel is bedoeld om orkesten te begeleiden die muziek uit de barokke en vroeg romantische periode uitvoeren. Uiteraard kan het orgel ook in soloconcerten gebruikt worden. Zo ziet de buitenkant van het orgel eruit in de 3D-tekening. Dit is de achterkant en wanneer we dan naar de binnenkant van het orgel kijken, is het iets ingewikkelder dan de buitenkant. Om te beginnen krijgt het orgel 2 balgen. Deze zijn bedoeld als windvoorraad. Het kistje links is de windmotor waar de wind vandaan komt. Vanuit de balgen gaat de wind naar de kanalen die aan de balg vastzitten en die vervoeren de wind naar de windlade. Daar komen alle pijpen op. Normaal gesproken staan de pijpen rechtop, maar omdat dit orgel maar 2 meter hoog is, komen de pijpen deels te liggen. Een orgel moet natuurlijk ook bespeeld kunnen worden. Dat doe je op een klavier. Het probleem bij historische instrumenten is dat er vroeger geen vaste toonhoogte was. Zo hebben grootmeesters zoals Bach op een halve toon lager of juist weer op een halve toon hoger gespeeld dan nu de norm is. Daar is bij de bouw van dit orgel rekening mee gehouden. Allebei de klavieren en het pedaal kunnen verschoven worden, zodat de toonhoogte verandert. Wanneer het tekenproces klaar is, worden de verschillende onderdelen uitgeprint en kunnen de orgelmakers ermee aan de slag.